Wij zijn Zee, Auke en Estra. En we zijn hier bij de waterzuivering in Zuid-Oost-Beemster. We interviewen Ineke Oudhuis. Hoe lang werkt u hier al? 31 jaar. En hoe lang bestaat de waterzuivering al? Deze waterzuivering is gebouwd in 1972. Wat doet u zo al hier op het werk? Wat doe ik zo al hier op het werk? Nou, ik ben een beetje manager van alles geworden, denk ik, in de loop van de tijd. Wat doet de slipvrachtwagen precies? Die slipvrachtwagen die neemt het slip mee, die komt het nu halen. En dan gaat hij onder de silo staan, gaat hij vol. En dan brengt hij al die bacteriën die uit de centrifuge komen naar de slipdrooginstallatie in Beverwijk. En daar worden die bacteriën gedroogd. Waar staan we nu? We staan nu bij het begin van de zuivering waar het afvalwater binnenkomt. Want er is een hele snelweg van buizen onder de grond. Dus onder het fietspad vanuit Purmerend komt het buizen onder het fietspad. En die buizen die zijn zo groot, die kan je niet meer omarmen. Dat is het diepriool. Dan hebben we dat grote blauwe ding. Die meet hoeveel afvalwater er op deze zuivering binnenkomt. Nou, dan heb ik een vraag aan jullie. Van hoeveel liters per persoon maken wij vuil per dag? Nou, 130 liter per persoon per dag maken we vuil. Waar staan we nu en wat is H2S? We staan nu bij het harkrooster, want hier komt het eerste vuile water als eerste binnen. En dan moeten we die troepen uitharken, wat ik al verteld heb. En H2S is... Ben je wel eens naar je vader of je moeder? Die hebben lekker zitten bouten op het toilet. Hè? En je gaat vlak achter hun. En wat ruik je dan? Nou, dan ruik je voornamelijk die H2S. Dus hier komt die lucht ook vrij. En die kan een beetje gevaarlijk zijn. Daarom heb ik ook een detectieapparaat meegenomen. Dat als er te veel gas hangt, dan gaat hij piepen. En dan gaan we naar buiten. Dus. En waar staan we hier? We staan nu op die hele grote bak, het beluchtingscircuit. Deze bak zit vol met bacteriën. En die bacteriën die geven wij lucht. Dat heb je misschien wel gezien, die belletjes. Net als een aquarium, hè. Zo'n klein steentje op de bodem, slangetje eraan, compressortje erbuiten. Die zuigt lucht aan en dan krijg je allemaal kleine belletjes. Zodat die bacteriën kunnen ademen en het vuil op kunnen eten. En wat gebeurt hier zoal? Nou, hier, dit is de nabezinken. Die bacteriën daar in die grote bak, die hebben ze lekker vol rond de bol gegeten. En dan moeten die bacteriën nog van het water gescheiden worden. Dat doen we in deze ronde nabezinkers. Hè. We pompen het in het midden erin, in de trommel. Het water stroomt onder de trommel naar de randen toe. En eer dat het water bij de randen is, dan zijn de bacteriën naar de bodem gezakt. Zo, we hebben nu het proefje gezien. Wat gebeurde er precies? Nou, alles op de aarde heeft een lading. Positief, negatief. En heb je wel eens een magneet in je handen gehad? Magneet heeft een pluspool en een minpool. En twee magneten, hè, plus plus tegen elkaar, dat lukt niet. Min min ook niet. Maar min en plus wel, zegt het klak. Je hebt het gezien, hè, die bacteriën zijn positief geladen. Wij gooien er een stofje bij, dat is polymeer, dat is ook positief geladen. Maar water is negatief geladen. Doen we dat bij elkaar mengen, dan gaat dat polymeer met het water reageren. En dat stoot dan de bacteriën af. En dat zag je gebeuren. En hoe zit het hier met de hygiëne? Nou, dat is een hele goede vraag. Wij doen echt heel veel keer op een dag onze handen wassen. Want deze bacteriën, ja, daar worden we ziek van als we dat naar binnen krijgen. Dan kan ik jullie garanderen dat je 3 weken op het toilet zit met heel veel toiletpapier. En omdat hygiëne belangrijk is en ik niet wil dat jullie ziek worden, heb ik een gel met alcohol, dat is bacteriedodend. Dus voordat jullie het terrein verlaten, even lekker de handjes wassen en dan mogen jullie naar huis.